Zo nu dan gaan we naar het buitenland, waar Flevolanders door werk, nou ja, of wat voor reden dan ook, terecht zijn gekomen. En vandaag is het de beurt aan Arjen Vogel, oorspronkelijk uit Almere. En tegenwoordig woont hij in Hongkong met zijn vriendin Anne Marijn. Begin september was hij even in Nederland. Goedemorgen, Arjen. Goedemorgen. Jij was toen bij ons in de studio. Ben je nu weer gewoon helemaal in Hongkong? Helemaal in Hongkong. Geen corona opgelopen in Nederland. Dus ook weer veilig uit de quarantaine gekomen, gelukkig. Een quarantaine zonder corona? Waarom was dat? Bij ons als je binnenkomt wordt je eerst getest of je corona hebt of niet. Zo of je het dan hebt of niet, maakt niet uit. Je gaat naar je eigen huis toe om daar dan 14 dagen in quarantaine te zitten. Als je het niet hebt, dus bij die eerste test, dan moet je op de 10e dag nog getest worden. Krijg je een mooie armband om. Komt de politie soms nog langs om te kijken of het je wel echt thuis zit. En na 14 dagen mag je die armband doorknippen en dan maar ben je vrij. Oké. En wat betekende die quarantaine voor jou, voor je dagelijks leven? Gelukkig kan ik veel vanuit huis werken, of werk ik eigenlijk nog steeds veel vanuit huis. Nu toevallig vandaag even op kantoor. Maar ja, het was eigenlijk wel een rustige periode waar ik lekker boeken kon lezen. En het was gelukkig ook lekker weer hier, dus het was eigenlijk ook wel lekker. Oh, beviel eigenlijk wel. Natuurlijk is het natuurlijk wel een beetje raar dat je afhankelijk bent van mensen om boodschappen voor je te doen. En dat je geen mensen kan zien. Aan de andere kant, ja, het was wel even lekker om ook even helemaal tijd voor jezelf te hebben. Ja, goed geregeld op die manier. Boodschappenlijstje, nou alsjeblieft, dit wil ik hebben. Ja, het is wat. Zeg maar, Jan, je zei vorige keer toen je hier in Nederland was, zei je tegen ons, nou ik ga ook eens proberen om te gaan kamperen. Is het daar nog van gekomen? Het is er nog niet van gekomen. We wilden eigenlijk vorige week gaan en toen zijn we gegaan, maar toen konden we het strand helaas niet vinden. Dus toen zijn we terug gaan. Hebben we op ons dak gekampeerd. Ja, we konden de toegang vanaf de heuvel niet naar beneden vinden, dus we hebben uiteindelijk op ons dak gekampeerd. Oké. Op het dak? Ja, we hebben een mooi dakterras, dus daar kunnen we een mooie tent neerzetten. Dus in plaats van echt op een mooi strand te slapen, dan maar op het dak. Kan ook. Toch een beetje vakantievoel gehad. Zeg, je was dus even in Nederland in de zomer. Nu ben je dus weer in Hongkong. Heb je stiekem niet een beetje heimwee naar Almere intussen? Tuurlijk, dat is een leuke stad Almere. Dus heb je altijd wel een beetje heimwee naar. Maar als ik kijk, ja, het is natuurlijk een beetje vervelend om dat te vergelijken met de infecties hier in Hongkong en in Nederland. Maar ben ik stiekem toch ook wel een beetje blij dat ik hier zit. Ja, want hoe gaat het bij jullie met de besmettingen? Nou, de afgelopen 3 dagen zijn er geen lokale besmettingen geweest. Er zijn alleen maar mensen die binnenvliegen, dus vanuit andere landen. We hadden vandaag dus 2 geïmporteerde cases. Dus eentje uit Indonesië en eentje uit de Filipijnen. Dus 2 nieuwe gevallen. Ja, oké. En dan kan ik me voorstellen, als je dan naar de cijfers van Nederland kijkt, dat je denkt, nou, ik zit hier wel goed. Ja, dat is het ook wel een beetje inderdaad. Ja, zeker. Maar natuurlijk mis ik Nederland en de familie wel en dergelijke en vrienden. Dus ik hoop die je snel weer te kunnen zien op een normale, gezonde manier natuurlijk. Juist. En dat het hele corona weg is. Ja. Oké. Nou, dan spreken we elkaar nader. Ik zie de televisiekijkers die zien als over je schouder meekijken een druk schema op je werk. Dus ik zou zeggen... Ja, er moet hard gewerkt worden, ja. Ik zou zeggen bedankt voor dit gesprek en snel aan het werk. Hoi, dankjewel. Arjen. Oké, Arjen Vogel was dat. Ja, oorspronkelijk uit Almere en hij heeft best nog wel heimwee, zei hij.